Belangrijk onderwerp tijdens deze verkiezingen was de voltooiing van de ruit rondom Eindhoven. De kans dat die er komt is na de verkiezingen kleiner dan ooit. Want de partijen die voor de rondweg zijn, zijn hun meerderheid kwijt. Hierover praat ik met verslaggever Theo Verbrugge, staat op de redactie. Theo, was in het stemgedrag nou ook te merken dat die ruit een hot item was? Ja, dat was zeker te merken. Het ligt er wel een beetje aan waar je kijkt. Laten we in ieder geval eerst eens even kijken naar het kaartje waar die randweg precies komt te liggen. Nou, dan zie je gemeentes als Helmond, Nuenen en ook Laarbeek. Daar hebben de tegenstemmers, de tegenpartijen zeg maar, tegen die randweg, hebben daar flink gewonnen. Want we kunnen ook even gelijk kijken naar die uitslag daar. De VVD bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk flink verloren daar, meer dan waar ook. Het CDA tegen de trend in, daar ook verloren. PVV ook verloren, allemaal partijen die voor die randweg zijn. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de SP en D66, die zijn tegen de ruit en die hebben daar flink gewonnen. Ja, de tegenstanders van de ruit daar in die omgeving, ja, die ruiken die overwinning. En dat was vanochtend ook goed te merken in Aarle-Riksel. Is die ruit nou dichterbij of verder weg? Heel ver weg. Hij komt niet. Mijn partij was de SP. Ik weet niet of dat... Ja, die is tegen. Die is toch tegen. Altijd, hè? Oh. Geluk bij een ongeluk. Dikkels wel, ja. Ja. Tegen de ruit. Wat denkt hij? Ja, als een net, hè. Nee, tegen de ruit. Moet niet. Weet je, dat is wel mooi, want wij zijn eigenlijk elkaars politieke, ja, niet medestanders, hè, in een politiek, maar toch, hierin vinden wij elkaar we volledig. We hebben hier wel iets te verdedigen. We hebben hier leefbaarheid te verdedigen. En onze toekomst, en de toekomst van onze kinderen. Jazeker. SP heeft bezworen dat ze niet meegaan. Heel veel mensen hier in de omgeving die ik ken, die eerst altijd op de VVD hebben gestemd, die hebben nou bewust op D66 gestemd, omdat ze tegen de ruit zijn. De SP heeft duidelijk laten weten dat ze er een breekpunt van maakt om de ruit aan te leggen. Dus dat gaat niet gebeuren. D66 heeft zich heel duidelijk uitgesproken dat ze ook tegen de ruit zijn, maar ze willen in de coalitieonderhandelingen daar geen breekpunt van maken, omdat ze daar namelijk afspraken over willen maken. Ze beloven allemaal gouden bergen en als ze gekozen zijn, draaien ze om als een blad aan een boom. Dus dan zeg ik gewoon, ze deugen geen van allen niet. Dus ik stem altijd op mezelf. Dan weet ik dat het goed zit. Reacties op de ruit in Laarbeek, Theo. Dat wordt natuurlijk ook in de coalitiebesprekingen die nu gaan komen een heet hangijzer. Ja, die ruit dat blijft een heet hangijzer. Als je kijkt even naar de VVD, de grootste partij, die is aan zet. Sprak de fractievoorzitter, de lijsttrekker vanochtend. En die zei ook, ja, wij willen wel verder met CDA en SP. Maar ja, die SP is tegen de ruit. Misschien moet D66 erbij om een grotere coalitie te krijgen. Maar die is ook tegen de ruit. Dus ja, of geen ruit, of een compromis, een andere route, een ondertunneling. Het zal allemaal moeten blijken uit de onderhandelingen. En die beginnen vanmiddag. Theo Verbrugge, dankjewel.